Ja, het is mooi weer. We staan hier in Tilburg op het T-kwadraat. En ja, ze zijn hier nogal met wat activiteiten bezig. Ik ga eens even kijken wat er hier aan de hand is. Vandaag wordt in principe een start gegeven voor de opleiding vliegtuigtechniek die volgend jaar gaat starten onder de veiligheid en vakmanschap. Oké, ik heb iets vernomen over een Apache. Wat gaat daarin mee gebeuren hier? Ja, zometeen rond 3 uur dan verwachten we een Apache van een demoteam die hier gaat landen als zijn in de start voor de opleiding die gaat starten. Worden daar nog handelingen bij verricht? Wordt er echt een officiële opening gemaakt hier? Of wat gaat er met de Apache gebeuren? Ja, de commandant der luchtstrijdkrachten zal aanwezig zijn. Die zal bij de landing aanwezig zijn, daadwerkelijk. En vanuit daar zal hij parcours gaan rondlopen. Uiteindelijk zal hij in de hangar, daar waar een F-16 staat, zal hij eigenlijk de start maken. Oké, en jullie hebben het een en ander hier opgebouwd. Is dat ter demonstratie, et cetera? Ja, dat klopt. Dan kunnen ze zien wat wij allemaal leren of doen op bivak. En dan ja, zien ze wat wij kunnen. Er komt straks een Apache van het demo-team komt deze kant op. Die zal vanaf Eindhoven een stukje verder hier naartoe komen. Dat is uiteraard voor die VEVA-opleidingen hier. Dat gaat geopend worden straks door de commandant luchtmacht. Die gaat dat doen. Wij zelf staan hier om de landingsite voor te bereiden. Dus eigenlijk kan je dat zien als een klein stukje vliegveld wat we eigenlijk creëren. Dat kunnen we overal doen, in Nederland, in het buitenland, maakt niet uit. Op dit moment hebben we van dit stukje gras hebben we eigenlijk een vliegveldje gemaakt. Dus straks om 1 uur of 3 dan gaan we alles dichtzetten hier. En dan krijg je de show van je leven te zien. Ik heb gehoord dat er dadelijk een oefening wordt gedaan door de KLM. Of ik weet niet precies van welke mariniergroep het is. Maar er komt een helikopter. Sowieso elke vlucht die uitgevoerd wordt is sowieso een training natuurlijk. Ook voor ons om hier weer een landingsite uit te zetten. Dus eigenlijk pakken we continu onze eigen training mee. Nu in dit geval is het uiteraard voor een demo. Ja. Omdat het is best wel een bijzondere gelegenheid dat hier tussen aanhalingstekens militaire opleiding gestart wordt bij het ROC. Ja, dat fleuren we eigenlijk op met het landen van een helikopter. Ja. In totaal bestaat ons team uit 8 man. We hebben 4 man technisch personeel, waarvan 2 opzichters en 2 werkend personeel, zeg maar. En dan hebben we ook nog 2 coaches. Die kijken eigenlijk tijdens de demo naar de vliegmanoeuvres, of ze veilig gebeuren, of de voorschriften worden gehanteerd. En dan hebben we de 2 demovliegers in de heli zelf, waarvan ook ons teamcaptain nu erin zit. Okay, dus inderdaad symbolisch, de remove before flight, ja. Remove before lancering. Flight zit erop en dan betekent dat de kist niet mag vliegen. En op het moment dat het faantje eraf is, zijn ze eigenlijk gereed om te gaan. Ja. En daarmee symboliseren ze deze start. Hey, we staan hier in Tilburg voor de opening van de opleiding. Ja. U gaat als goed is dadelijk naar binnen toe? Ja, dat klopt. We hebben hier al opleidingen lopen, VEVA-opleidingen, maar dan gaan we vanaf augustus uitbreiden met een technische opleiding, vliegtuigonderhoud. Dat is heel belangrijk, want het is voor de luchtmacht, überhaupt voor Defensie, moeilijk om techneuten binnen te halen. Die zijn ook schaars in Nederland, dus het is goed dat we daar opleidingen voor creëren. En gelukkig wil het ROC Tilburg wil dat voor ons doen. Daar kom ik op af. En die gaan we openen, maar dat is belangrijk. Dat is ook inderdaad ter inspiratie van een jongere generatie, als ik dat zo hoor. Ja, de kindertjes waar ik net mee stond te praten, die moeten nog een paar jaar natuurlijk verder op de lagere school. Maar daar gaat het om, hè, onze jeugd binnenhalen. Die mensen, zonder kunnen we niet. Dank u wel, fantastisch spektakel. Graag gedaan. Tot ziens. Het was een geslaagde middag, lekker weer. Apaches weer terug naar de basis. Vanuit Tilburg is dit ROC Online Channel.